De solide en ergonomische EKS 110 is een orderpicker voor midden- en hoogniveau. Ideaal voor orderpicken tot het derde liggende niveau in brede gangpaden. Door de vrijdragende constructie kunnen zowel open als gesloten pallets opgenomen worden. Alleen geïnstrueerde personen met veiligheidsschoenen mogen de truck bedienen. Vervoer geen personen op de vorken en ga niet onder lasten staan. Zorg ervoor dat de rode noodstopschakelaar naar boven wordt getrokken. Start de truck via het toegangssysteem. Zodra de truck klaar is voor gebruik, toont het display het laadniveau van de accu. Voor langere routes gebruikt u de bedieningselementen in de rijrichting en plaatst u uw rechtervoet op de veiligheidsschakelaar op de vloermat. Pas dan is de truck klaar voor gebruik. Plaats beide handen op de bedieningshendels. Met de groene tuimelschakelaar, die aan beide zijden kan worden bediend, kunt u zowel de rijrichting als de snelheid van de truck bepalen. Om te sturen, beweegt u het stuur aan de linkerkant. Laat de tuimelschakelaar en het stuurwiel los om zowel rijden als sturen te stoppen. In geval van nood kan de truck ook worden gestopt met behulp van de noodstopschakelaar. Onder andere de individueel instelbare rijprogramma's en kruipsnelheid kunnen via het truckdisplay worden geselecteerd. Het optionele WMT-display toont alle inkomende orders van het WMS. Voor efficiënt orderpikken gebruikt u de optioneel verkrijgbare bedieningselementen in de richting van de vork. De functies van de truck zijn klaar voor gebruik zodra u op de veiligheidsschakelaar op de vloermat stapt. Let op het maximale draagvermogen voordat u ladingen optilt. Om het lastgedeelte te bedienen en de hefsnelheid te regelen, gebruikt u de hef- en daalknoppen. De hef- en daalknoppen met het bestuurdersplatformpictogram worden gebruikt om het platform omhoog of omlaag te brengen. Zorg er bij het parkeren van de truck voor dat zowel het bestuurdersplatform als het lastgedeelte volledig zijn gedaald om ongelukken te voorkomen. Zet de truck uit. Om de accu te laden, moet de truck volledig worden uitgeschakeld. Trucks met een onderhoudsvrije lithium-ion accu worden via het snellaadcontact op de lader aangesloten. Open het accucompartiment om de EKS met loodzuur accu te laden. Maak de stekker van de accu los en sluit deze aan op de stekker van de lader. Aan het einde van het laadproces wordt de lader automatisch uitgeschakeld. Als het laadproces moet worden onderbroken, schakel dan altijd eerst de lader uit voordat u de truck van de lader loskoppelt. Om de accu te onderhouden, controleert u het waterpeil van de accu met behulp van de controlepunten. Vul na het laden regelmatig het gedestilleerde water in de accu bij. Sluit hiervoor de aquamatic slang aan op het waterreservoir. De indicator in de slang geeft aan dat het proces is voltooid. Maak vervolgens de slang los van de accu en sluit het accucompartiment. De truck is nu weer klaar voor gebruik. Controleer naast de accu regelmatig de wielen, de laadeenheid en de hydrauliek op beschadigingen en vervuiling. Voor een lange levensduur van de accu en de truck adviseren wij regelmatig onderhoud door een Jungheinrich servicemonteur. Heeft u vragen over de truck of hoe deze werkt? We zijn dichtbij. Neem de veiligheidsinstructie in acht. Verdere belangrijke informatie over de bediening en het onderhoud van de truck is te vinden in de meegeleverde bedieningshandleiding.